Haar en de Krant bestaat deze maand 25 jaar. De lokale krant komt maandelijks uit en is samen met het Harener Weekblad een krant speciaal op haren gericht. De drijvende kracht van het lokale nieuwsmedium is Hein Bloemink. Bloemink is zelf geboren en getogen in Haren en haalt de nieuwtjes het liefste door zelf door het villadorp te banjeren en her en der gesprekjes aan te knopen met de Harenaars. Ik ben absoluut geen bureauredacteur. In de normale omstandigheden zul je mij niet een hele dag achter het bureau zien zitten om alleen maar mensen te bellen. Ik vind het veel leuker om erop uit te gaan en niet zelden, bij wijze van spreken letterlijk op straat, wanneer ik iets zie gebeuren of wanneer ik een situatie zie die mij interessant lijkt, om aan te bellen. Ik heb bij menigeen aangebeld in Haren met de vraag, wat is er aan de hand en mag ik even bij u binnenkomen? Nou, in die journalistiek geloof ik echt. De meest gelezen rubriek van de krant is Gesprekken op het bankje. Het uitgangspunt van die rubriek is eigenlijk dat ik altijd korte interviews heb en onverwachte vragen stel die niet gaan over de comfortzone van de mensen die ik interview. Dus als ik een dominee interview, gaat het niet over het geloof, maar gaat het over mogelijk drugsgebruik in het verleden. En dat levert vaak hele interessante invalshoeken op, omdat de mensen iets van zichzelf laten zien dat ze normaal niet laten zien. Ik luister graag naar verhalen, want ik zie in ieder mens een verhaal en dat wil ik graag doorvertellen. Ik vind het heel leuk om hem nu eens even in actie te zien. Ik lees dat artikel altijd in het krantje. Je ziet lokale mensen, die krijgen een paar vragen voorgelegd, een beetje wild, maar er komt een antwoord op en dan denk je, ja, leuk. Wat fijn aan de Haren, Krant is dat hij ons lokaal uitlicht. En als je iets hebt wat nou echt Haren aangaat, dan wordt er altijd uitgebreid aandacht aan besteden. Dat vinden we erg fijn natuurlijk. Bloemink laat al 25 jaar zien dat je een krant prima vol kunt schrijven zonder grote nieuwsgebeurtenissen. Op het moment dat je uit bent op bankkraken of criminaliteit of project X niveau evenementen of gebeurtenissen, dan is er in Haren natuurlijk minder te vinden. Maar als je even onder de oppervlakte van de samenleving kriebelt, dan zitten daaronder mensen met interessante verhalen. Maar bovenal, en dat is echt wat Haren tot een in mijn beleving unieke gemeenschap maakt, het broeit van de initiatieven. Harenaars zijn niet alleen mensen die praten over idealen en plannen, maar ze voegen de daad bij het woord. Dus er zijn elke maand wel mensen die een ideaal omzetten in daden. Ze beginnen een bedrijf, of ze beginnen een stichting, of ze beginnen een werkgroep. Wat dan ook maar. Maar als mensen met iets beginnen, is dat voor mij altijd interessant. Want dat zijn altijd verhalen met hart en een ziel. En een begin en een eind. Voorspoed, tegenspoed. Dus als je het zo bekijkt, hoef ik maar door Haren te fietsen en ik kom met drie items weer terug. Bloemink hoopt nog lang door te kunnen gaan met de krant. De krant is inmiddels wel zo vergroeid met mezelf dat ik durf te beweren dat ik 's morgens wakker word met de krant en 's avonds naar bed ga met de krant. De krant is denk ik wel het vertrekpunt en het eindpunt van alles.